Boy! Boy! Die is flink tekeer gegaan. Wat is de doodsoorzaak, dokter? Last van nachtblindheid verder. Het is anders een heldere nacht. Het is gek, maar het is net of... Ja, dat had ik ook al. Tini Roodsaard, 18 jaar, studenten. Is hier net komen wonen uit Maastricht. De man die er gevonden heeft is de buurman. Fred Stamper, die staat daar. Wil je even mee spreken? Ja, natuurlijk. Ik liet haar hondje uit. Dat beest was binnen de hele boel bij elkaar aan het janken. Wist je dat ze weg was? Anders jankt hij nooit zo lang. Net of hij wist dat er iets aan de hand was. Waar woont u? In een studentenhuis. Daar aan de gracht. Mag ik hem wegbrengen? Maar ik wil hem morgen goed spreken op het bureau. Keizer, maak je even een afspraak met meneer Stamper. Wat heb jij toch? Ik heb zoiets al eerder gehad, maar... Wat heeft hij? Déjà vu? Ja, dankjewel. Het was een vreemd mes met zeer grove kartels. En daarna heeft hij een stuk van de haar weggesneden. Maar ik wist dat ik dit eerder had gezien. Deze zijn van ongeveer een jaar geleden. Moord in district 6, geloof ik. Dezelfde rafels. Nee, ik had hetzelfde gevoel. Een collega vroeg me begin van dit jaar advies over deze zaak. Hey, wacht even, waar heb je het nou over? Heeft iemand die moord nagedaan? Is het zo'n Amerikaanse copycat? Niet nagedaan. Overgedaan. Seriemoordenaar. We mogen geen paniek veroorzaken. Geen publiciteit. Moeten we doen? De moordenaar pakken, denk ik. Ja, natuurlijk. Maar heb je al enig idee over hoe je het wil doen? Ja, wat oude moordzaken op een rijtje zetten, wat mensen horen. Gewoon bij het begin beginnen. Heel goed. Bij het begin beginnen.
Drie slachtoffers. Alle drie vrouwen, alle drie met hetzelfde wapen en bij alle drie een stuk haar afgesneden. Slachtoffer 1. De collega's van district 6 zijn er nog steeds van overtuigd dat er man, Peter Conrad, de dader was. Motief zou jaloezie zijn, overspel. Maar ze konden het bewijs niet rondkrijgen. En er was iemand die de moord opeiste. Een gebruikelijke gek. Artemis? De godin van de jacht. Wie? Artemis. Griekse mythologie. Bij slachtoffer 2 ging men uit van een roofmoord. Ze woonde samen met een vriendin, Helene de Valk. En wat hebben we verder? Ze zijn alle drie op straat vermoord. En ze hebben allemaal rood haar. Dan mag jij wel oppassen. Juli 96. Januari 97. Half mei 97. Er zit steeds een half jaar tussen. Nee, we hebben een half jaar om deze zaak op te lossen. Lekker relaxed. Laten we eens met Peter Conrad en niet alleen de Valk gaan praten. Waar moest ik hier komen? We hebben nog een paar vragen. Dat zei ze de vorige keer ook, dan kon ik 6 weken blijven. U bent destijds aangehouden op verdenking van moord op uw vrouw. Waarom begint u hier weer over? Er is vannacht onder vergelijkbare omstandigheden weer een vrouw vermoord, meneer Conrad. Oh jezus, begint dat dan weer? Wat, meneer Conrad? Alles. Jullie hebben me al een keer kapot gemaakt. Ik kan dat niet. Ik kan het niet nog een keer. Meneer Conrad. Weten jullie wat er gebeurt als iedereen om je heen denkt dat je je eigen vrouw vermoord hebt? Alsjeblieft, niet nog een keer. Alsjeblieft. Mevrouw de Valk? Hebben jullie nieuws over mijn vriendin? Nou nee, niet direct, maar er zijn nieuwe ontwikkelingen die we moeten onderzoeken. Heeft het te maken met die moord op dat meisje vannacht? Het spijt me, dat mogen wij niet zeggen. Nee, natuurlijk niet. Vragen, dat kunnen jullie. Ik geef geen antwoord meer. Ik had zoveel vragen nadat ze vermoord was en niemand van jullie zei wat. Jullie zijn net als iedereen. Net als iedereen? Niet te vertrouwen. Vertrouwde jij je vriendin ook niet? Waar slaat dat op? Zomaar. Ja, misschien had je wel alle reden toe. Ging ze vreemd of zo? Ja, dat bedoel ik nou. Klootzak! Als je iemand niet kent, dan moet je je bek erover houden. Ik wil weg. Mag ik weg? Gaat u maar. Ja, Conrad heeft het niet gedaan. Nee? Maar die pot? Nou, niet iedere vrouw die niet op jou valt is verdacht. Nou, als ze op jou vallen wel. Jongens. Ja, maar ze heeft een rood haar. Kom. Goed. Dan heb ik zo'n beetje alles. Wat studeert u? Theologie. Interessant. Ja. Ik studeerde eerst rechten. Veel te droog. En daarna ben ik overgestapt. Van het aardse naar het hemelse recht. Bij wijze van spreken dan. U zei dat u uw buurmeisje een leuke meid vond. Misschien een beetje naïef. Maar ze woonde hier nog niet zo heel erg lang. Liet jouw hondje wel vaker uit? Dat hadden we afgesproken. Als ze lang wegbleef. Ik had de sleutel. Jullie waren goede vrienden. Wist u waar ze naartoe was? Ik ben niet mijn broeders hoeder. Theologiegrapje. Sorry. U bent er nogal nuchter onder, hè? U zou eens naar binnen moeten kijken. Ik probeer een houding aan te nemen, omdat ik het gevoel heb dat ik verdacht word. Waarom denkt u dat? Tot er een moordenaar is, is iedereen verdacht, toch? Maar het is geen prettig gevoel. Dat je verdacht bent? Dat ze dood is.
vermoord is. Heeft u verder nog vragen? Ik kom er wel uit. U ook, hoop ik. Dit zijn de plekken waar ze zijn gevonden. 96, januari. Jezus. Wat? Wat is er? Geef me zijn sporenzak. Het poststempel is van eergisteren. Ja, de post komt altijd via de postkamer. Die is een dag langer onderweg. Hij had dus eigenlijk gisteren aan moeten komen. Ja, wat is je nou aan het doen? Wilt u nou een spel? Probeert u ons uit te dagen? Hij wil dat we hem stoppen. En ik kan u daarbij helpen. Paul. Constant Paul Paragnost. U bent bezig met een seriemoordenaar. Hoe weet u dat? Het staat in de sterren. Ja. U bent sterrenwichelaar. Een seriemoordenaar die roodharige vrouwen vermoord. Ja, het spijt me heel erg, meneer Paul, maar wij hebben het nogal druk. Ik denk niet dat u erg veel aan de zaak zal kunnen bijdragen. U maakt een vergissing. Dit is nog lang niet afgelopen. Hij moordt volgens een vast patroon. U komt vanzelf bij mij terug. Hoe wist die man dat wij een seriemoordenaar zoeken? Zoek eens uit wie die vent precies is. Ah! Daar hebben we alle dossiers van de vorige zaken. Ik kijk, Vince. Moeten we daar doorheen? Helemaal uitspitten. Ah, dat meen je niet. Zijn we weken mee bezig, de kok? Meisje. Eerlijk gezegd maakt het mij een beetje zorgen. Nou, niet dat ik geen vertrouwen heb in jullie, maar jullie zijn nu al 2 weken bezig en ik ben bang dat het een beetje boven jullie hoofd groeit. Ik moet over 1/2 uur aftrappen. Had het morgen niet gekund? Eerlijk gezegd zitten we vast. Maar je had toch wat verdachten? Verdachten. Ik wil iemand van het hoofdbureau erbij halen. Wie? Een expert die in Amerika bij de FBI heeft gestudeerd, Hans Kaptein. Ja, je weet maar nooit. Hij komt morgen even langs. Ik ken hem nog van vroeger. Ik geloof dat hij mij niet zo mocht. Dan zul je toch moeten proberen om met hem samen te werken. Steeds kop en de kok? Mm. Nee, gaat wel over. De kok? Tijd geleden. Ik heb het ver geschopt, Hans. Dat had jij in ieder geval niet verwacht. Nou, waar heb je mijn hulp bij nodig? Deze is met de post gekomen. We denken dat het misschien een vrouw is. Dit is een man. Rond de 30, goede opleiding. En hij woont hier in de stad. Hoe weet je dat?
Omdat het zo is. Alle seriemoordenaars zijn blanke heteroseksuele mannen tussen de 20 en de 40 jaar. Hij werkt dwangmatig seksuele fantasieën. Met grote zorg uit. De climax is de moord. Vaak neemt hij een trofee mee. Lichaamsdelen, sieraden. Haar. De behoefte aan een nieuwe climax, moord, komt steeds terug, maar met steeds kortere tussenpoos. En dat is de seriemoordenaar. We hebben alle oude zaken tevoorschijn gehaald en Peter kon... Ken ik, is het niet. En wat betreft de motieven? Onze man heeft geen motief, onze man heeft een trauma. Nou, trauma of niet, wij zijn hier om die 3 moorden op te lossen. Niet 3 moorden, de kok. 5. 1 juli 1995 en 1 april 1997. Goed. Ik wil aan de hand van de feiten een profiel van de moordenaar maken. Morgenochtend, 8:30, zien we elkaar hier. En iedereen op tijd graag. We pakken hem wel. Nog even dat hoe jij het op te zeggen. Ik heb onze paragnost nagetrokken. Hij schrijft boeken over mystieke zaken en zo. Niet echt succesvol. En hoe weet hij dat wij een onderzoek doen naar een seriemoordenaar? Volgens een uitgever gaat zijn volgende boek over seriemoordenaars. Dat verklaart nog steeds niks. Nee, maar er is nog wat. Wij gingen ervan uit dat de eerste moord op 3 juli 1996 is gepleegd. Volgens kapitein is de eerste moord gepleegd op 1 juli 1995. Oh, en? Toen woonde onze paragnost net een maand in Amsterdam. Je bedoelt dat hij zijn eigen boek schrijft? Laten wij morgen eerst maar eens even kijken of de paragnost in het daderprofiel van onze expert past. Goed. Het profiel van de dader. Hij neemt van al zijn slachtoffers een lok van het rode haar mee. Wat zegt dat over de moordenaar? Dat hij kapper had willen worden? Dat hij een diep gewortelde obsessie heeft voor rood haar. Misschien een roodharig meisje of een vrouw die hem zijn jeugd afgewezen heeft. Heel goed, de kok. Dank je wel, Hans. Je had het over dwangmatige seksuele fantasieën, maar er zijn geen sporen van verkrachting. Hij domineerde ze, en dat is genoeg. Het letterlijk doorsnijden van de keel duidt op diepe minachting. En daar komt hij op klaar. Het ging toch over seks? Het mes had een grove kartel. Is het een ritueel mes? Een gelovig man? Heel goed mogelijk. Hij vermoordt ze op straat, of hij laat ze op straat achter. Hij wil gepakt worden. Onzin, hij wil aandacht. Hij waarschuwt ons. Stuurt ons brieven. Vergeet die standaard recherchetechnieken. Hij zoekt aandacht. Oké, een blanke man tussen de 20 en de 40 gelovig. Die buurjongen Fred. En de man van een van de slachtoffers, Peter Conrad, passen allebei in dit profiel. Half Amsterdam past in dit profiel. Constant Pol? Een helderziende die hier is langs geweest. Helene de Valk? Een vrouw. Lesbienne. Te veel mannelijke hormonen. Als ze zo gaan beginnen, kan ik wel ophouden. Ja, laten wij alle motieven door eens gaan bekijken. Alle alibis, alle getuigen. Dit is geen doorsnee onderzoek, de kok. Dit is wetenschap, psychologie en statistiek. En de statistiek zegt dat jouw manier geen schijn van kans maakt. Wij moeten gewoon wachten op de volgende moord. Wachten? Jullie zijn al weken bezig. En wat heeft het opgeleverd? Nothing. Zilch. Zero. Ja. Nou, misschien word jij betaald om te wachten op moorden. Ik word betaald om ze op te lossen. En zolang jij met niks beters komt, lopen wij nog alles even door. Zo. Ik kan natuurlijk gelijk hebben. Nou, ik heb geen zin om alles weer door te worstelen, hoor. Ik vertrouw die vent niet. Nee, maar hij heeft er natuurlijk wel verstand van. Hebben we niets te doen? Dick, laat even die paragnost ophalen. Paragnost? Doe nou maar, Dick.
Waarom wilt u mij nu wel spreken? Dat zou u toch moeten weten. Hebben de stemmen niks gezegd? Ik weet nu wel dat u geen gevoel voor humor heeft. Ik ben niet gek. Wist u dat 75% van de mensen wel eens stemmen hoort? Ja, klopt, ja. Sterker nog, ik heb zelfs een stem gehoord die mij vertelde dat u bezig bent aan een boek over seriemoordenaars. Ik begrijp alleen niet hoe u wist dat wij op zoek waren naar een seriemoordenaar. Waarom bent u 2 jaar geleden naar Amsterdam verhuisd? Amsterdam heeft het. Hier kan ik goed werk doen met mijn gaven. Dat is gelul. Je man werkt ook in de provincie. Het gaat er uitstekend. Een maand nadat u hier kwam wonen, viel het eerste slachtoffer. Sterker nog, ze werd vlakbij mijn huis gevonden. Maar ik heb een alibi voor die moord. Ik heb een alibi voor alle 5 de moorden. Hoe weet u dat er sprake is van 5 moorden? Hé, hey. Even bijblijven. We zijn even in gesprek. Ik heb een alibi. Mijn dochter was bij me. Of u vertelt ons nu hoe u aan die informatie komt, of ik betrek uw uitgever bij dit onderzoek. En ik verzeker u dat hij u er niet in dank zal afnemen. Ik heb een tijd samengewerkt met Hans Kaptein. Hij houdt mij nu om de een of andere reden kort, maar ik heb informatie nodig. Vandaar dat ik bij u kwam. Wat voor informatie? Weet ik niet. Van alles. Hij wordt gepakt. Rekent u daar maar op. De moordenaar zal bekend worden. Maar er zal eerst nog een slachtoffer vallen. U moet snel zijn, meneer de Kok. Ik vind het jammer dat we hem moeten laten gaan. Maar dat is niks concreets. Jij bent niet te genieten, weet je dat? Gaan we die kaptein nog aan de tand voelen? Laten we maar even wachten. Juli 95, juli 96, januari 97, april 97, mei 97. Kaptein, het gelijke gaat steeds sneller. We hebben niet veel tijd meer. Wanneer is de volgende dan? Een jaar, half jaar, 3 maanden, 6 weken. Het is de helft. Over een week. Maar waar? Hier. Als je de vindplaatsen van de slachtoffers met elkaar verbindt, dan ontstaat er een kromme lijn die zich uit de stad beweegt. Die punten die heb ik ingevoerd in een speciaal programma. En dat berekent waar de volgende moord plaats zal vinden. Hé, hey, dat is mooi spul, zeg. Hij volgt die golf. Mm-hmm. Een sinuslijn. Hij maakt gebruik van een oude Griekse wiskundige berekening. Vandaar ook Artemis, een Griekse godin. Dan weten we nu waar die zal toeslaan. Ongeveer, ja. Ergens op die lijn. Over een week. Nou, het is bewezen dat seriemoordenaars slordiger werken naarmate ze meer onder druk komen te staan. Werken? Bij wijze van spreken dan. Wat ik dus wil, is de pers inlichten. Dat levert druk op. Jij gek. Ik ben al blij dat we het tot nu toe uit de pers hebben kunnen houden. Ach, man. Je zet jaren van Amerikaanse kennis buitenspel met je ouderwetse gerechercheer. Je komt alleen achter de identiteit van een moordenaar als je in hem inleeft. Oh, en kun je dat, de Kok? Jij kunt je inleven in een voorkomen gefrustreerde psychopaat die de keer op keer de behoefte aan voelt een vrouw de strot af te snijden. Nee, dat kan ik niet. Maar ik weiger het om die gek onder druk te zetten. Want ik weet begot niet wat er in staat is. Zo kan ik niet werken. Ik zal het met Buitendam opnemen. Doe dat. Ik ga even de frisse neus halen. Kom jij net de frisse neus halen? Je moet er eens een dagje tussenuit. Ik ga daar niet weg. Hey, niemand is onmisbaar, de Kok. Daarbij, we weten al wanneer het gaat gebeuren, volgende week pas. Thank you.
Jurre. Wat is er? Verdomme. Is je helemaal gek geworden? Wie had er mij gevraagd? Hoe haal je het in je hoofd om dit in de krant te zetten? Ik heb het oké voor de korpsleiding. Op deze manier slaat hij alleen maar eerder toe. Denk toch na aan al die risico's. Denk eens aan de paniek die je veroorzaakt. Dat is allemaal ingecalculeerd. Alles is onder controle. De hele wijk waar het gaat gebeuren staat onder verscherpt toezicht. De hele wijk? Hoe kunnen wij een hele wijk onder controle houden? Er staan daar alleen al meer struiken dan de hele politiemacht van Noord- en Zuid-Holland tezamen. Zoals gezegd, alles is onder controle. Eruit, kapitein. Ja, ik weet niet of het verstandig was, maar hij weet waarover hij praat. En de korpsleiding staat achter hem. En als het fout gaat... Geen sporen? Niks. En geen getuigen. Wat doet kapitein? Die zit zichzelf achter zijn computer op de borst te slaan en berekent de volgende moordplek. Hij had wel gelijk. Ja, jij toch ook? Dit is toch nummer 6? Is er weer een. Gepost op de dag dat het in de krant stond. Geen vingerafdrukken. De postzegel is nat gemaakt met water. Geen speeksel. Helemaal niks. Had ik de brief misschien ook zien? Neem toch aan dat we allemaal hetzelfde willen. Namelijk de moordenaar pakken. Ja, alleen niet allemaal op dezelfde manier. Kun jij je vrijmaken? Ik heb nog een aantal grafieken door te nemen. Alsjeblieft. Bedankt. En tot morgen weer. Hoeveel weken zaten er nou tussen de laatste twee moorden? 3. Dus de volgende is over 10 dagen. De tijd dringt. Nou, dat hebben jullie in ieder geval bereikt. De hele binnenstad is hier in beroer. Ik heb me nog nooit zo machteloos gevoeld in de zaak. Moeten we dan toch gewoon wachten tot hij weer toeslaat? Deze is van mij. Je hebt het al moeilijk genoeg. Hoe lang zijn jullie nou al bezig? Te lang. Vandaag een rode meid, Leni. Leni? Die is vanaf vanochtend Magdalena Bruin. Dikke paniek, jongens. Ja, vind je het gek? Er zijn mensen die de straat niet meer op durven. Dat is toch belachelijk? En slecht voor mijn klandizie. Wat gaan wij nu doen? Ik weet niet. Om dan weer iedereen te horen. Is het alibi van Paul gecheckt? Moet ik aan zijn dochter vragen of papa 2 jaar geleden op 1 juli de hele avond thuis is geweest? Weet jij wat beters? Ach, doe me een lol. Gooi deze even op de bus voor me. Bedankt. Dat meisje, die laatste die vermoord werd. Hoe ver lag die van een brievenbus? Artemis. Hij vermoord ze in de buurt van brievenbussen. Peter Conrad heeft bij verschillende bedrijven op de postkamer gewerkt. In de buurt van de moorden. Helene de Valk? Is stadscourier. Brengt postpakketten rond. En dan heb ik nog wat. De moeder van Tini Roodzaart uit Maastricht, die belde. Herinnerde zich dat haar dochter werd lastiggevallen door haar buurjongen. Fred Stampen? Juist. En die vult zijn studiebeurs aan op de sorteerafdeling van de PTT. Haal ze maar op. Weer. Jullie hebben het weer gedaan. We hebben niet gezegd dat u verdacht wordt. Oh, is dat gezegd? Ook tegen de buren? Toen was ik aan het studeren. Moet dit nu? Ik heb morgen een tentamen. Sorry. Maar soms is een moord belangrijker dan een studie. Maar ik heb toch alles al verteld? Behalve dat jij je buurmeisje lastig viel. Ze moest die brief van het incassobureau voor 11 uur op de bus doen. En jij werkt bij een couriersdienst.
Als het zo'n haast had, waarom bracht jij hem dan niet? Wij hielden werk en privé gescheiden. Zijn de Indonesië. Tegen kwade geesten. Ze had het wel te doen. Behalve die avond. Wat ging uw vrouw doen? Ze bracht rekeningen naar de brievenbus. Dus jij valt op rood? Ja. Mijn moeder had rood haar. En je hield van je moeder. Martini wees je af. Ben jij nooit afgewezen? We hebben het nou niet over mij. Wij zijn gewone mensen. Hele gewone mensen. Ik ben gewoon, mijn vrouw is gewoon. Uw vrouw is dood. Dat hoeft u mij niet te vertellen. Nee. Had ze vriendjes? Natuurlijk had ze vriendjes. Een jonge meid uit Limburg die net in Amsterdam komt wonen. Wat denk jij nou? Heb je wel eens jongens bij haar gezien? Nee, alleen maar gehoord. Vond je het lekker? Heerlijk. Mag ik nou weer gaan studeren? Vertel ons nou maar gewoon waar je was. Denken jullie nou echt dat ik die psychopaat ben? Een seriemoordenaar? Ik was mijn vriendin. En als jij nou even de kamer uitgaat, dan vertel ik wel aan je collega wat ik daar aan het doen was. Weet je, ik val namelijk op vrouwen. Het is niet waar. En daarom zou je ze nooit vermoorden. Zie je, wij begrijpen elkaar. Kunt u me eigenlijk tegenhouden als ik wegga? Nee. Het is niet slim van u. Nee, dat maakt me zeker nog verdachter. Het lukt u aardig om mij kapot te maken en ik begrijp niet waarom u dat doet. Zijn we nog wat wijzer geworden? Nou, Keizer is dat alibi van Paul aan het checken. Maar ik ben bang dat hij voor niets weg is. Waarom? Ik zou graag op de hoogte gehouden worden als jullie wat doen. Nou, dat is dan wederzijds. Wat bedoel je daarmee? Wat heb je nou voor contacten met die Constant Paul? Geen. Ik heb hem betrokken bij mijn vorige onderzoek. De FBI maakt ook gebruik van paragnosten, dus ik dacht, let's give it a try. En waarom heb je dat niet gemeld? Ik geloof niet dat ik tegenover jouw verantwoording verschuldigd ben. Maar goed, ik had me erin vergist. In het begin dacht ik dat Paul echt dingen zag, maar later bleek dat hij al die moorden alleen maar verdomd goed geresearched had en verder niks. Ik heb wel wat. En ik ook. Paul heeft geen dochter. Wat? Ik kon geen vermelding in de burgerlijke stand vinden. Dat maakt het alleen maar nog vreemder. Ik vond dit bij Paul thuis. Dat is haar van mijn dochter. Je dochter? Ze had prachtig lang haar. Had? Ze heeft het afgeknipt. Ik heb het bewaard en ik wil het terug. Jij hebt helemaal geen dochter. Dus je hebt ook geen alibi voor de tijdstippen van de moorden. Een alibi is voor mij niet belangrijk. Ik heb die moorden niet gepleegd. Dat zult u binnenkort wel merken. En dat is van mijn dochter. Hoezeer haar moeder ook wilde dat ik afstand deed van al mijn rechten... Onze zielen zullen altijd verbonden zijn. Heeft u pen en papier? Waarom drong u zich op aan kapitein? Ik heb mij niet opgedrongen. Wilde je weten hoe ver hij met zijn onderzoek was? Of je al bij je in de buurt kwam? Hans, kapitein... schrijft zelf een boek over seriemoordenaars. Hij klopte bij mij aan en niet andersom. Mijn dochter. Mag ik nu gaan?
als vaststaat dat dit haar niet van een van de slachtoffers is. Daar heb ik begrip voor. Ik zei al, ik wil alleen maar helpen. Maar u verdoet uw tijd. Ik hoopte dat het laatste slachtoffer gevallen was. Nu begin ik te twijfelen. Is er wat aan de hand? Ja, dat haar dat we bij Paul gevonden hebben, dat komt niet overeen met een van de slachtoffers. En wat? Je bent van het onderzoek gehaald. Kaptein heeft overgenomen. Opdracht van het hoofdbureau. En wij moeten hem assisteren. Is hij nog helemaal? Ik laat mij niet voor dit onderzoek afzetten. Ik kon er niks aan doen, de kok. Het kwam rechtstreeks van het hoofdbureau. De kapitein is over me heen gegaan. Al kwam het van de koningin. De kok, de moordenaar, gaat opnieuw toeslaan. Hoef je mij niet te vertellen. Kapitein heeft voor vannacht het hele korps ter beschikking. Alle mensen gaan de straat op bij brievenbussen. Ik heb echt alles geprobeerd, de kok. Je staat er buiten. Ik ga door. Reken daar maar op. Officieel weet ik van niks. Eruit, de kok. Jij bent bij kapitein zitten. Nee, ATV dacht je, hè? Maar ik moet vanavond wel met hele muiten mee. Zeg net, 40 dienstjaren en dan dat. Zijn ze helemaal besodemieterd. Dat is toch zo? We zijn naar het postdistributiecentrum geweest. Er was weer een brief onderweg. We dachten, we gaan eerst bij jou langs. Ja, je hebt gelijk. Nou hebben we de brief op tijd. Vanavond gaat het gebeuren. Kapitein heeft volgens zijn wiskundige formules precies uitgerekend waar vanavond de volgende moord zal plaatsvinden. De brievenbus op de middenweg. Hier. Voor de zekerheid houden we alle brievenbussen in de buurt in de gaten. Ben je moe? Moe.
is, hè, Jurre? Hier. Kapitein zit aan de hele andere kant van Amsterdam, de kok. Ik kan het mis hebben, maar geloof me, hij kan het ook mis hebben. Weet je hoeveel mensen er op de been zijn vannacht? De hoofdcommissaris zelf rijdt in zijn auto rond. En dan moet ik gaan roepen dat iedereen het verkeerd heeft. Ik heb u nog nooit iets gevraagd. Maar vanavond doe ik het. Geef mij Fledder, Keizer en Prins terug. Weet je zeker dat die hier goed zitten? Wacht hem maar rustig af. Ja, straks pakken ze hem aan de andere kant. Laat Prins nog eens langskomen. Via de tweede ronde. Vera, zeg even tegen die rode dat hij gevaarlijk is. Dat lijkt wel. Mevrouw. Mevrouw. Wat zegt hij nou? Wat heeft hij nou over? Sterren. Dat zijn sterren. Ze komen hem zo halen. Hij gaat in observatie. Mooi werk, de kok. Knap gedaan, de kok. Hell of a job. Nou, eerlijk is eerlijk. Je had in veel dingen gelijk. Behalve de plaats. Toch niet onbelangrijk. Een mens kan niet alles weten. Zeg, hoe wist je die plek? Onze paragnos had gelijk. Stond in de sterren. Ik vermoedde dat die naam Artemis meer inhield dan alleen maar godin van de jacht. En daarom haalde ik die boeken over de Griekse mythologie erbij. En daar stond alles in? In ieder geval dat Artemis beroemd was door een bepaalde jacht, namelijk de jacht op Callisto.
Zeus, de oppergod, zat Artemis dwars en veranderde Callisto in een beer. De grote beer. En de laatste moord was de laatste ster van de grote beer. Isa Venetus Dupne Melrak Petra Mekas. Volgens de behandelende psychiater zal Fred waarschijnlijk nooit in staat zijn zijn verleden te verwerken. Hij zou na die laatste moord gewoon weer opnieuw begonnen zijn. Het is toch duidelijk dat die jongen volkomen ontoerekeningsvatbaar was. Ik ben bang dat Freds advocaten daar ook op zou gooien. Ja, is dat verkeerd? Waar moet hij dan op gooien? Ik zou niet graag in de schoenen van die rechter staan. Eigenlijk is dit geen zaak voor het aardse, maar voor het hemelse gerecht.